Help Brabant mee op weg naar nul verkeersdoden. Dat was gisteren het motto op de provinciale actiedag waarop Ulvenhout een prominente rol speelt. In dit dorp waren de meeste activiteiten. Reden voor de Drimmelense wethouder Jan-Willem Stoop om in zijn rol van verkeersambassadeur de regioprijs te overhandigen aan Caroline Opprins van de werkgroep Verkeer en Veiligheid. Het is het jaar van de fiets, 2013. En daar hebben we inderdaad wel bij aangehaakt. Maar ook alcohol en ook andere zaken waarvan wij als dorpsraad van mening zijn dat het gewoon aandacht verdient. Nu zijn we hier voor actie nummer 4. E-bike proefles. Mensen zijn dus nou in de gelegenheid om een proefritje te maken met de elektrische fiets. Dat is wel het mooie van deze actie, dat we heel veel mensen bereid hebben gevonden. Ja. Of het nou een ondernemer is, of iemand die op de school werkt. Die zijn allemaal bereid om even een steentje bij te dragen aan deze actie. En heel veel mensen uit de bevolking, jong en oud, sportief, doet allemaal mee.